அரைக்கு அரைக்கு Ik heet u allemaal hartelijk welkom op ons familiefeest ter gelegenheid van 20 jaar Distrilo. 20 jaar, ik weet niet dat veel mensen nog weten wat 20 jaar geleden zoal in die tijd was. GSM. Het woordje GSM 20 jaar geleden niet. Internet, e-mail was er 20 jaar geleden niet. George Bush senior trok ten strijde om Kuwait te bevrijden. Dat waren de tijden van 20 jaar geleden. Op dat moment heb ik samen met mijn vrouw getracht van een logistiek bedrijf te starten. Logistiek was toen als woord bijna geniaal gevonden. Stond wel in de woordenboek, maar niemand gebruikte het. We zijn begonnen reeds toen met containers lossen met houtskool. Wij reden rond met enkele vrachtwagens om te distribueren. Het eerste grote evenement dat we deden was het magazijn huren in Rijnland. Mensen hier weten nog wel hoe dat eruit zag. En zo is het altijd verder en verder gegaan. Op een gegeven ogenblik zijn we in contact gekomen met de toenmalige GB-infrastructuur. En uit deze contacten is heel veel gegroeid. Zijn er de distributie van Auto 5, de textielimpuurs en zo zijn we beland in Klein-Brabant in de omgeving van ons. Ondertussen is dit bedrijf uitgegroeid tot ongeveer 600 personeelsleden waarvan er vandaag heel veel aanwezig zijn. Enkele grote evenementen daartussen zijn een aantal overnames die er gebeurd zijn van Blitz, de mensen van Sony, de mensen van Brico en de mensen van Henkel. Uiteindelijk zijn wij een bedrijf dat in de top 10 in België tussen de logistiekers mag gezien worden. Die heb ik niet allemaal gerealiseerd. Dit is gerealiseerd door een hele ploeg van mensen die bij ons gewerkt hebben gedurende de volle 20 jaar. Wat brengt ons de toekomst? Dat weten we niet. De crisis van 2009 is ook bij ons hard toegeslagen, maar ondertussen zijn we er nog en we zijn er misschien sterker uitgekomen dan we erin gegaan zijn. Dus er is geen reden om aan te nemen dat de volgende 10 jaar of 20 jaar dit bedrijf niet zal verder gaan. Ik dank iedereen die hier aanwezig is voor de massale opkomst. We hebben natuurlijk het weer mee, dat is goed meegenomen. Ik dank ook het feestcomité die dit allemaal heeft gerealiseerd. En ik hoop dat jullie een hele goede namiddag kunnen beleven. Dank u. Ja,
Van Anne. En hij gaat mij helpen met te bepalen wie dat er met de Leo mag gaan eten. Ik moet zeggen, we hebben heel veel formulieren binnengekregen en het juiste aantal is 139. Dus iedereen mag al beginnen denken van, tja, hoeveel had ik op dat papiertje geschreven? En de eerste winnaar, die zat er eigenlijk maar eentje naast. Dat is Harry Booms. Een dik applaus alsjeblieft. Die had 138 ingeschat. Leslie Antonis. Een dik applaus alsjeblieft.
Ja, en het is evenaar Jonas die mee mag. Dan mag Mark Evraar mee met Leo als derde persoon. Een dik applaus alsjeblieft. Mad at